Yo mensen, wat leef je van nou? En vandaag heb ik de camera vast. Fucking grappig, hè. We doen die intro de hele tijd op een andere manier. We gaan natuurlijk weer Mick naar de top doen. Eigenlijk gewoon een serie waarin ik speel met Mick. Die ik probeer naar de top te halen. En Mick is een voetbalspeler. Want ja, ik heet Leefje van El. En dat betekent dus dat ik een soort van voetbalkanaal ben. En eigenlijk meer een gamevoetbalkanaal. Dus Mick naar de top brengen. Laten we meteen beginnen, jongens. Let's go! Oh, oh, oh. Holy fuck! Oké, dat was weer een slechte grap van mij dat ik met mezelf ging voetballen omdat ik ook Mick heet. Laten we nu maar echt Mick naar de top doen. Sorry voor die slechte grap in deze serie. Aangezien ik nu weer achter mijn PlayStation zit waar ik misschien wel kan voetballen. Nou, eigenlijk ook niet. Drop natuurlijk die like, want per 250 likes krijg ik 1000 coins. En ja, als jij niet weet hoe deze serie werkt, ga dan even naar Mick naar de top aflevering 0. Daar wordt alles netjes uitgelegd. En ga ook dan Mick naar de top aflevering 1 kijken. En kijk dan pas deze, dan begrijp je het beste. Oké, per 250 likes kreeg ik dus 1000 coins. Deze aflevering weer, dus drop die like. En laten we even kijken hoeveel likes we hadden de vorige aflevering. En dus ook hoeveel coins wij krijgen. Oké, de vorige aflevering hadden wij 1082 likes. Dat betekent dat we dus 4 keer 250 likes hebben. En dat betekent dat er nu 4000 coins bij komen. Zoveel coins hebben we dus nu. En ja, we gaan dus gewoon weer een wedstrijd spelen. Deze keer met dit team. Twinestiger en Depay zijn de enige spelers die we tot nu toe nog hebben gekocht. Hij heeft al gewoon 5 goals gescoord in 3 wedstrijden. Wat een beest is hij ook. Op het moment zitten we dus op 5300 coins plus die 4000 van de likes. Zetten we onszelf op 9300 coins. Per goal met Mick van Buren krijgen we natuurlijk 2000 coins. En als mijn tegenstander ragequit, krijgen we daar bovenop nog eens 3000 coins. Laten we gewoon meteen beginnen met de allereerste wedstrijd. Let's go. Oké, jongens, ik ben nu al zo lang een tegenstander aan het zoeken dat ik gewoon het zo ga proberen via een toernooi. Dus als we dit toernooi ook nog zouden winnen, dan krijgen we nog meer coins natuurlijk. Misschien krijg ik nu wel een tegenstander gevonden. Ik hoop het natuurlijk wel. Oké, jongens, we hebben de tegenstander gevonden. Hij speelt in een paars shirt en ik speel natuurlijk in mijn lucky shirt. Wat is mijn team zijn tegenstander? Godver. De tering. Dat is een goed team. Dit gaat lastig worden. En hopelijk ga ik niet keihard verliezen. Let's go. Oké, jongens. De wedstrijd is begonnen. Je bent nu dichter op mijn gezicht. Want nu wordt het serieus. Bam. De aftrap. De paai aan de bal. Hoppakee. Opnieuw koop. Op Straalman. Straalman. Oh, let's go Straalman. Je bent echt super goed. Oh, shit. Nieuw koop. Op Kalon. Ik weet niet wie het is. Maar hij geeft een paas op Mickey. En Mickey. Mickey. Mickey, wat doe je nou? Dit is niet wat ik je heb geleerd, jongen. Soms moet Mick ook even inkomen. Het is nog maar vroeg in de wedstrijd. Het komt wel goed. Dat weten we allemaal natuurlijk. Oh shit, Kalon. Kalon, het beest. Het beest. Gooit hem op Mick van Buren. Mick van Buren, niet te houden. Nee, ik ga niet op hem passen. Ik ga schieten met Mick. Penalty. Weer een penalty. De vorige aflevering, als je die hebt gezien, superveel penalties. En hij begint hier ook alweer met een penalty. Mick is echt de penalty king. Oh nee, die heb ik zo verkeerd geschoten, zeker. Oh my god. Dit is mijn eigen straf. Auw. Man, man, man. Hoe kan ik een penalty missen? Mijn carrière, het staat nu gewoon op spel. Mijn carrière met Mick van Buren. Kom op, Mick. We gaan dit fixen voor jou. We gaan dit fixen. We gaan het gewoon fixen. Hoop ik. Hoop ik. Oh, oh, Mick. Mick, ga je het fixen, jongen? Gaan we het fixen? Wat? Nee, met hem wil ik helemaal niet scoren. Je krijgt toch geen coins voor? For fuck's sake. Kut EA. Ik kwam met Mick scoren. Altijd EA de schuld geven. Het werkt echt. Nog steeds zit er in mijn gedachten dat ik die penalty heb gemist. En waardoor ik dus nu gelijk sta. Oké, jongens. We hebben de wedstrijd gespeeld. Omdat we in het toernooi spelen, gaan we nu naar de verlenging. En hopelijk wordt die goal gescoord door Mick van Buren. Want dan verdienen we deze wedstrijd tenminste ook nog coins. Oké, jongens. De verlenging. De verlenging. Hij heeft Defoe erin gezet. En Pedro. Zijn team is veel sterker, dus dit gaat erg moeilijk worden. Want Mick is natuurlijk nog niet bij zijn echte ultieme topteam. Dus dit gaat erg moeilijk worden, jongens. Dit gaat erg moeilijk worden. Kom op, nieuw koop. Op Mick. Van afstand. Let's go. 2000 coins. Plus. We staan 2-1 voor. Hieronder zie je nou het bedrag dat we hebben. Volgens mij 11.300 coins als ik me niet vergis. Let's go jongens. 2-1. Fuck je. Yeah. Nee.
Oh my god. Oh my fucking god. Geweldige celebration though. Maar we staan 2-2. For fuck's sakes. Oké, jongens, we zitten in de 120ste minuut. Dus dat betekent dat we dadelijk waarschijnlijk penalties gaan schieten. Als deze dan niet tenminste erin gaat. Oh shit. Oh shit. Hou hem. Hou hem. Yes. Come on. Oké. Dat betekent dus nu penalties. We mogen dus eigenlijk een penalty nemen. Natuurlijk met Mick van Buren. Dat kan dan sowieso weer bepalen dat we 2000 coins extra krijgen. Dus het beste zou zijn als we zouden winnen met penalties. Met Mick van Buren scoren. Dan zijn we eigenlijk nog beter uit de wedstrijd dan toen we 2-1 stonden. Het eerste schot wordt geschoten met Memphis. Come on, Memphis de paai. Je schiet hem niet erin. Oh, for fuck's sake. Oké, kom op. Hou die bal van Pedro. Hou die bal van Pedro. Linksboven. Auw, dat deed pijn. Oké, dit is het belangrijkste. Mick van Buren. Netjes. Kom op, Mick. Let's go. 2000 coins erbij. Hoppakee. Oké, als we deze bal ook nog even houden. Ik denk dat hij weer rechts gaat. En ik heb het goed. Ik heb het goed. We hebben hem ook nog gehouden. Let's go. Oké, kalon, kalon, kalon. Zo moeilijk schieten. We zijn zo moe. En zijn zo slecht. Maar toch schiet ik ze erin. Let's go. Oké, deze nog een keer houden. Weer rechts, weer rechts, weer rechts. Oh shit, hij schiet hem over. Holy fuck. We staan gewoon weer gelijk. Of nee, ik sta zelfs voor. Schweinsteiger, kom op. Gewoon weer links. En kut, hij helpt me door. Oké, hou die bal van Griezmann. Het wordt moeilijk, maar links. Deze keer links. Let's go. Holy shit. Oké, dit is de bepalende. Van der Heijden. Come on. Come on, Van der Heijden. Let's go. We hebben de wedstrijd gewonnen. 2 goals van Mick. 4000 coins dus. Plus we hebben de wedstrijd gewonnen. Ik ben helemaal blij. Helemaal blij. Volgens mij zitten we gewoon nu op 13.300 coins. Als ik het goed heb. Ik weet het niet zeker. Maar jullie allemaal leuke spelers in de reactie achtergelaten. Die ik echt moest gaan kopen. En ik denk dat ik daar nu ook naar ga luisteren. En ik ga er een uitzoeken uit jullie reacties. Oké, jongens, we kopen Wijnaldum voor 750 coins. Super goedkoop. Laten we hem ook meteen in het team zetten. En we gaan gewoon nog een speler kopen. En we kopen natuurlijk Daily Blind voor 400 coins maar. En die gaan we natuurlijk ook meteen in de club zetten. En kijk wat voor een effect dat geeft. Dat geeft natuurlijk weer gewoon goede gamersfree. Want natuurlijk, Wijnaldum en Blind geven allebei links. Want ze zijn natuurlijk Nederlands. Dus dat is super chill. En dit is ook weer de aflevering voor vandaag. Hopelijk heb je genoten. Geef dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Laat een leuke reactie. Volg me op Twitter en Instagram. En dan zeg ik... Ik zie jullie bij de volgende video. Mick out. Hello, it's me. En welkom bij Splinter Nieuwe Video. Mijn naam is Mick. En vandaag gaan wij de LOL Challenge doen. De grappigste voetbalnamen challenge ofzo. Ik heb alle spelers bij elkaar verzameld met de grappigste namen. En daar gaan wij gewoon een wedstrijd mee spelen. En als wij die wedstrijd verliezen, dan geef ik een...